Welkom bij Rotterdam onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Met deze week nachtelijke werkzaamheden op de A29 en in de Heinenoordtunnel en werk aan de Strevelsweg, de burgemeester de Josselin de Jonglaan, de GJ de Jongweg en Parkhaven. Op de A29 wordt deze week aan de weg en aan de Heinenoordtunnel gewerkt. Hierdoor is de hoofdrijbaan op de A29 tussen het knooppunt Vaanplein en Oud-Beijerland vanaf dinsdag iedere nacht afgesloten. Ook is de verbindingsweg naar Barendrecht afgesloten. De afsluitingen beginnen om 11 uur 's avonds en duren tot 5 uur 's ochtends. Op zaterdagochtend duurt de afsluiting tot 7 uur en op zondagochtend is dit wegdeel weer bereikbaar vanaf 10 uur. Omrijden kan via de A15, de A16 en de N217. Hiervoor zal de Kiltunnel tijdens de werkzaamheden tolvrij zijn. Kijk voor meer informatie op vananaarbeter.nl. In Rotterdam-Zuid wordt gewerkt aan de warmteleiding rond de kruising van de Strevelsweg met de Dordtse Laan. Beide wegen blijven bereikbaar, maar voor het autoverkeer zijn minder rijbanen en parkeerplaatsen beschikbaar. Fietsers en voetgangers worden omgeleid. Het werk staat gepland tot eind januari. Kijk voor meer informatie op rotterdam.nl/Dordtse Laan. In Rotterdam-Overschie wordt gewerkt aan de veiligheid en bereikbaarheid van de burgemeester de Josselin de Jonglaan. Zo wordt onder meer een nieuwe rotonde aangelegd op de kruising met de Giessenbaan. In de eerste fase van het werk worden fietsers vanuit Spaanse Polder naar Overschie omgeleid via de burgemeester Wijnandslaan. Voor het autoverkeer zijn de afslagen naar de Van der Sasstraat niet bereikbaar. Omrijden kan via de burgemeester Koningssingel. De eerste fase van dit werk duurt tot en met begin februari. Kijk voor meer informatie op de site rotterdam.nl/burgemeester de Josselin de Jonglaan. In heel Rotterdam wordt gewerkt aan de verbetering van het fietsnetwerk. Hierdoor is in Rotterdam-West de GJ de Jongweg in één richting afgesloten. Het verkeer vanaf de Rogussenstraat kan omrijden via de Schravendijkwal. Dit werk staat gepland tot begin april. Ook bij de Parkhaven wordt gewerkt aan verbetering van het fietspad. Om de overlast te beperken wordt ook de riolering aangepakt. De Parkhaven is hierdoor gedeeltelijk afgesloten in beide richtingen. Het autoverkeer kan omrijden via de Veerhaven en de Westzeedijk. Dit was Rotterdam onderweg. Tot volgende week.